Het nieuwe theaterseizoen van de Blauwe Kaai in Veghel start vrijdagavond met een voorstelling van Feest Noor. Ja, we hebben een hartstikke leuk seizoen voor de boeg. Het gaat ook heel goed met de kaartverkoop, daar ben ik blij mee. We hebben echt 7% meer kaarten verkocht als vorig jaar, dus dat doen we goed op dit moment. Ja, en dan de eerste voorstelling, dat wordt echt een spektakel. De voorstelling komt rechtstreeks uit Frankrijk, een gezelschap uit Midden-Frankrijk, speciaal vanuit Frankrijk naar Veghel en weer terug. En ja, dat is heel, heel bijzonder. Het is een bijzondere productie. Ik heb hem zelf gezien vorig jaar in Neerpelt tijdens een circusfestival wat daar plaatsvond. En ja, soms zie je iets en dan denk je, ja, dat wil ik gewoon per se in mijn programma hebben. En dat het gelukt is, dat is echt super. En ik ben ook heel erg trots dat ze hier zijn. En wel 2 dagen, vrijdag en zaterdag. Ja, en het is een fantastische voorstelling. Het is een voorstelling die je eigenlijk niet in een hokje kunt plaatsen. En dat is letterlijk zo, want het past ook niet in de theaterzaal van de Blauwe Kaai. Dus we hebben deze voorstelling, die eerste voorstelling, opgebouwd bij ons in het Salencentrum. Dus het is eigenlijk een soort van locatievoorstelling. Dat maakt het al bijzonder. We zijn bezig, dat kun je zien hier, om een soort van stadion te bouwen in ons Salencentrum van de Blauwe Kaai. En daar speelt die voorstelling zich af. Ja, en wat is het nou voor voorstelling? Ik denk dat het zit een beetje op het gebied van circus. Het zit een beetje op het gebied van acrobatiek. Op het gebied van moderne dans. En daar is het zeg maar een mix van. Maar het is heel spectaculair. Het zijn 4 hele krachtige mannen, dansers, acrobaten. Die van alles met elkaar doen. Die smijten elkaar door de lucht. En die halen de meest rare capriolen uit. 70 minuten lang, een uitputtingsslag voor 4 lijven. En ze zijn helemaal gevloerd op het einde en je weet eigenlijk niet wat je ziet, want elke beweging die zij gedurende die 70 minuten maken, kun je als eenvoudige ziel, zoals je ernaar zit te kijken, dan denk je bij jezelf, ja, alleen deze beweging zou ik al niet kunnen doen. En zij doen dat ruim een uur achter elkaar. Het is een uitputtingsslag, het is spektakel, het is eigenlijk ongekend. Heel bijzonder en daarom, ik probeer altijd het seizoen te openen met een bijzondere voorstelling. En dit is daar eigenlijk het summum van. Vrijdagavond en zaterdagavond, 2 op een rij, om 8:30 in de Blauwe Kaai.